Pokébal. Pokébal. Ze doet het ontzettend goed. Ze is weer lekker volledig op gewicht. Ja, ze is er helemaal bovenop gekomen. Het is een enorme knuffelkont. Ze komt het liefst bij wijze van spreken op je schoot zitten. En eist alle aandacht op. Ja, ze is gewoon, ondanks dat ze allemaal had meegemaakt, een ontzettend vrolijke dame. En dat vind ik wel het leukste, Sander. Waar is je bal? Waar is je bal? In het begin hebben we er flink bij moeten voeren. Ze was aardig op ondergewicht. Dat hebben we lekker helemaal goed gekregen. En ja, eigenlijk was dat het. Pak je bal? Stella, inmiddels weer een mooie, gezonde, sterke hond. Maar het plaatsen bij een nieuw baasje, dat is nog niet zo gemakkelijk. Zij is natuurlijk al een dame op leeftijd. Dat speelt vaak ook wel mee. Ook met het feit dat ze niet met andere honden kan. Ja, helpt haar niet. Zij heeft behoefte aan een huis met een tuin. En een plek waar ze niet zoveel andere honden tegenkomt. En misschien iemand die haar daarbij kan helpen om met andere honden er geleidelijk langs te kunnen lopen. Speciaal voor Dierendag heb ik dan toch ook maar een snoeperijtje meegenomen. Dat is heel lief, dank u wel. Wil je die hebben? Dat is lekker. Oh. En voordat ik het vergeet van al die andere honden, heb ik nog gewoon een zakje met allemaal snoepjes. Nou, dat vinden ze vast heel erg lekker. En dan van de honden toch maar even naar de konijnen. Want die hebben ook te lijden gehad onder slechte baasjes. Nou, je ziet het. We zitten nog steeds pompvol. Ja, jullie zijn ook overspoeld, hè, met konijnen in de zomervakantie. Ja, ja, de zomervakantie was wel echt een enorme overspoeling voor ons. We wisten op een gegeven moment niet meer waar we het zoeken moesten. Nou is het voor de konijnen ook dierendag. Ja. Dus ik denk, ik neem wat lekkers voor ze mee om te knagen. Nou, heel erg bedankt. Daar zullen ze vast van genieten.